Het is showtime met Princess Peach die hier in haar koninkrijkje loopt. Samen met Toad en nog een Toad die een brief komt brengen. Of is het een uitnodiging? Ik denk dat het een uitnodiging is. Oh, kijk ze samen zitten. Naar het Sprankeltheater. Bleef samen met ons dromen, mysteries en leuke avonturen. Eindelijk heeft Peach weer een keer haar eigen gamepie in plaats van Mario of Luigi. Dit keer is het de beurt aan Peach om weer te schijnen. Wow, dit is wel een aardig theatertje inderdaad. Jeetje. Oké, daar loopt er allemaal publiek of zijn dat hulpjes? Ik denk dat de bezoekers zijn met die grote neuzen. Lijkt een beetje op Kapitein Olimar van Pikmin. De meest bekende prinses van Nintendo. Maar wie is eigenlijk jouw favoriete prinses? Is het Daisy? Of toch Rosalina? Is Pauline eigenlijk een prinses? Of is het toch gewoon Peach? Laat het weten in de comments, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Tenminste, als jij een echte Nintendo-fan bent. Toad gaat de kaartjes halen voor Princess Peach. Toad heeft de kaartjes. Zo te horen staat het stuk op het punt van beginnen. Laten we snel naar onze plaatsen gaan. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt er? Oh nee, oh nee. Paarse licht is nooit goed licht. Paarse licht is altijd gevaarlijk. Dat weten we ook van Luigi's Mansion. Oh nee. Oh nee, hebben ze dit theater nu ook overgenomen? Mag ik kort uw aandacht? Het is tijd voor... Holy moly, een of andere gigantische vortex. Wie is dit? Wat is dit voor mevrouw? Een toneelstuk van angstaanjagende kwaliteit met een hoofdrol. Ik heb niet gezien hoe ze heet. Ging te snel. Oh my gosh, daar gaat mijn kroon. Nee! Dit ging niet helemaal volgens plan, volgens mij. Het hele theater is omgetoverd. En we gaan beginnen aan Princess Peach Showtime. Daar. Wie is dit? Wat is dit? Een sterrenbloem. Hallo. Niet huilen. Niet huilen, joh. Kom allemaal goed, joh. Princess Peach is erbij. Wil je weten wat er aan de hand is? Nou, vertel eens. Er zijn een stel gemaskerde figuren verschenen die ons toneelstuk aan het verpesten zijn. Zolang zij hier rondlopen, kunnen we de stukken niet opvoeren. Wat kan ik nou doen? Nou, samen kunnen wij al die gekke mensies verslaan. Zou jij me willen helpen? En natuurlijk. Ja, joh. Peach wil altijd wel helpen, joh. Peach heeft wel een beetje een plat kapsel, hè? Zo zonder kroontje. Het is een beetje plat. Ik ben een sprankelvee en ik waak over dit theater. En jij heet Peach. Ja, mooie naam. Nou, dankjewel. Nou, ik niet, maar de prinses van Mushroom Kingdom. Met behulp van sprankelkracht kunnen we alles rechtzetten, zodat de toneelstukken zoals gepland kunnen worden opgevoerd. De pestkoppen zijn nu in de zaal met het toneelstuk over de zwaardvechter. Laten we snel naar binnen gaan. Woehoe! Daar gaan we voor het eerst op avontuur met Princess Peach. Ik heb dus nog nooit een Princess Peach game gespeeld. We zijn nu in het toneelstuk over de zwaardvechten en het voelt nog steeds niet zoals het hoort. Kijk daar! Oh nee! Oh nee, dat gaat helemaal niet goed. De Tiet is gewond. What up, Tiet? Zit dat gemaskerde gespuis hierachter? Stella, wie weet al iets. Oké, heb jij superpower, Stella? Hier zouden we sprankelkracht voor kunnen gebruiken. Kun je dat eens proberen? Oh, oh! Oh, ik doe niks. Oh, dit doet Stella. Wat is er nou gebeurd? Oh, ik heb een ander kapseltje nu of zo. Met die strik kun je sprankelkracht gebruiken, Peach. Gebruik de sprankelkracht maar eens op deze Tiet. Oké, is goed. Hoppakee. Wee. De Tiet leeft weer. Kijk nou. Hun neuzen zijn lampen. Lampneusmannetjes ga ik ze noemen. Ja, jullie heten vanaf nu officieel lampneusmannen. Met je sprankelkracht kun je Tiet... Ik bedoel lampneusmannen. En dingen laten stralen. Nu je er bent, kunnen we de sprankelkracht gebruiken en iedereen nieuwe hoop geven. Zo, dat is chill, man. Dat ik even zo'n strikje heb gekregen. Wow, wow. Het decor opent zich. Maar we moeten nog bij het kasteel zien te komen. Ja, ik kan er moeilijk zo naartoe springen, denk ik. Kijk, ik kan natuurlijk wel zo deze bloemetjes zo openmaken. Zij rennen ergens van weg. Oh, kijk hier. Daar zijn de boosdoeners. Ze gooien het toneelstuk nog steeds overhoop. Hoppakee. Pak jullie aan, maten. Wegwezen. Weg bij de lampneusmannen. Laat de lampneusmannen met rust. Kijk, maar zijn lampje staat ook nog uit, toch? Ik wil eigenlijk zijn lampje ook aandoen. Zijn neus doet het niet. Hij heeft een niet functionerende neus. Hoppa. En, oh, wat is dit? Is een leven, is een hartje. Voor als ik een keer een hartje verloren ben, kan ik hier ook onderdoor. Nee, dat gaat volgens mij niet. Wat is er met deze put aan de hand? Dit is een afsnijweg naar het kasteel, dat dacht ik tenminste. De begroeiing wordt nogal dicht. Hoppakee. Alle lampjes aanzetten. Ik bedoel, alle bloemetjes. Bloemenlampen. Hoppa. Kijk, daar gaat het decor zich ontvouwen. Oeh, wat is dit? Dat is een sprankelkristal. Je hebt het gekregen voor je nobele inzet. Dit soort kristallen zullen vast voor pas komen. Zorg dus dat je er zoveel mogelijk van verzamelt. Kasteels vanaf hier ook te zien. We komen dichterbij. Ah.
doornstruiken, dat is nooit een goed teken. Was ik maar sterker. Oh, kijk, dit is een zwaardvechtman. Wat ziek idee. Nice, bro. Nice. Ik wil ook die kracht. Dan kan ik ook deze doorn weghalen. Ik kan hier ook nog niet langs, denk ik. Of wel? Kan er wel langs. Maar ik ga eerst even die ster pakken hierboven. Hier zo, kijk deze. Wat ziek idee. Kan ik hier ook in? Oh ja. Hallo. Hier groeiden voorheen nog mooie bloesems. Misschien kan ik er wat aan doen. Kijk, zie je? Ik kan al die bloemetjes, die boompjes weer laten groeien voor jou. Geen probleem, vriend. Ik heb een strik gekregen. Geen idee wat ik met die strik kan. Daar komen we vast later achter. Oké, maar geef mij de zwaardkracht. Ik wil de zwaardkracht hebben. Was de zwaardvechter er maar om te helpen? Zwaardvechtman! Mag ik jouw kracht? Die doornstruiken moeten daar weg. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, zie je? Ik kan ze aanzetten. Dan halen zij dat voor mij weg. Ik wil hier ook wat doen. Wow, heb jij die laten bloemen? Jazeker. Maar ik heb nog steeds geen zwaardvechtkracht. Ja, wat gebeurt hier? Dat is de sprankel van de zwaardvechter. Wie weet kunnen we de kracht wel samen gebruiken. Kijk, dat is wat ik wil. Oké, Peach, let's go. Even een rondje draaien. Even ander jurkje aan, ander pakje aan. Let it go. Let it go. Ik kreeg echt Frozen vibes. Maar nu niet meer. Oh, snap. Super vet. Ik vind het wel echt leuk dat Princess Peach nu gewoon ook echt weer heldin is in haar eigen game. En toffe nieuwe krachten leert. En nu er gewoon een zwaardvechter is opeens. Oké, gewoon op B drukken. Easy. Zo, dit gaat wel lekker trouwens. That's a good day. Lekker. Maak het kapot. Heerlijk dit. Lekker. De volgende ster hebben we ook binnen. Zo, dat gaat wel hard met die kristallen. We zijn al op de helft. We gaan een kasteel in. Oh, gaan we vechten? Met z'n allen? Kom maar. 1 tegen 6. Maakt niet uit. Ik pak jullie allemaal. Ook al zouden jullie tegelijk komen met z'n zessen. Geen probleem. Oh, ik weet niet wat ik deed. Oh, wacht even. Wacht even. Hoppakee. Ontweken op zijn hoofd. Lekker. Dat is wel een coole animatie. Als je dan zo'n move ontwijkt. Dat hij dan echt zo een beetje van die blauwe gloed krijgt en zo. Dat was wel cool gedaan. Oh, dan loop ik gewoon tegen een doorn aan. Dus ik kan mijn best doen om die hartjes te verdienen. Dan loop ik tegen een doorn aan. Want een sukkel. Oh, ik bedoel een sukkelintje. Het is wel een peach, hè. De peach is geen sukkel. Dat wordt een sukkelintje. Ik denk dat ik hier een pose moet gooien. Zo. Met mijn bovenknopje. En dan. Oh, dan gaan we naar een speciaal gebied. Met een speciale uitdaging. Wat ziek idee. Ladder. En ja hoor, kijk. Nog zo'n kristalletje. Oké, we komen steeds dichter bij het kasteel in de buurt. Oh, daar is de koning. Oh nee, de koning wordt aangevallen. En op het kasteel. Oh my god. Wat is dit voor grote Harry? Leer haar een lesje. Ik moet hun dus ontwijken. Als ze mij aanvallen. Of misschien kan ik hun. Nee, ik kan hun niet aanvallen. Maar kijk, wel zo. Op hun bakken springen. Kom maar. Wat ziek idee. Lekker. Moeten we alleen even kijken hoe we deze grote Harry gaan verslaan hier, hoor. Ja, die ziet er wel uitdagend uit, moet ik eerlijk toegeven. Oké, kom op, Peach. Wij kunnen dit. Oh, we moeten zelfs in een kooi nu gaan. Hij komt dan. Oh, ik moet er overheen springen. En dan kan ik hem niet slaan. Oké, hier overheen. Oh, moet ik goed timen. En dan op zo'n springen. Ah, ja. Easy. Nog een kristal. Ik moet er nog 2. Dan hebben ze allemaal. Ik kan natuurlijk nu daardoorheen. Ik kan natuurlijk ook eerst hier even. Kijk. Hoppakee. Dit kristalletje pakken. Let's go. Oh, dan spring ik weer op zo'n doorn. Dat is niet handig. Nou ja, met 4 handjes moet het vast ook nog wel lukken. Hoppa. En daar is de koning. Met ook zo'n gekke man. Die gaan we pakken. Dit kasteel is nu van ons. Nou, ik denk het niet, maat. Oké. Nee, ik denk het niet. Het einde. Het spektakelstuk. De finale. Nu zie je weer de basis in dit toneelstuk. Hier zal je ten onder gaan. Nou, dat moeten we nog maar eens even zien, hè. Denk je dat echt? Ik denk dat ik me gewoon hier doorheen ga knoppen. En dan, hoppakee. Ja, dan pak ik gewoon dit. Dit maakt dit helemaal kapot. Geen probleem. Kijk, kan ik hier overheen springen? Zo, bovenop die bol. En dan hop ze vlot. Pak die bloembol. Oké, deze allemaal weghalen. Deze zijn allemaal in de weg. Oh, dit wordt ook vanzelf weggehaald. Oké, is goed. Is goed. Is goed. Ik ga me hier doorheen vechten weer. Dan ga ik deze weer slaan. Easy. Yeah. Oh, ik loop wel tegen een dingetje aan. Oh, er is er nog één. Had ik niet gezien. Er is er nog één. Ik moet nu 2 van die dingen kapot slaan. Oké, gaan we eerst deze kant. Hartje. Die is kapot. En dan is er hier nog één. Moet ik wel even springen. Ontwijken. Nice. Nice. Lekker gedaan, Peach. Oké, dan gaat hij natuurlijk weer zo. Oh. Hoppakee. Op de grond knallen en dan weer zo'n bol. Zo. Nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Het is al klaar. Het is al klaar. Lekker, man. Hey, ik bedoel, lekker vrouw. Ik bedoel, dit is Peach, hè. Ik kan nu niet zeggen lekker man. Want deze vrouw, deze prinses, die heeft even de eerste toneelstukje gedraaid. En we hebben alle dingetjes gepakt.
En hebben we dan ook zo'n ribbon? Krijg je die als het dan perfect is of zo? Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Lekker gedaan hoor, Peach. Kijk, deze deur is nu weer blauw. En zo moeten we denk ik deze theaterzaal weer zien te fixen. Het is ons gelukt dat allemaal dankzij de spankelkracht. Huh? Wat? Hè? Wat? Het theater is nog niet normaal. Zouden die energiestromen en dat teken in het midden er iets mee te maken hebben? Ik vermoed dat de andere toneelstukken ook onze hulp kunnen gebruiken. Laten we snel gaan kijken. Dat denk ik ook, dat dus achter elke deur geheimen zitten die we moeten oplossen. Wat hangt er in zijn spookachtige sfeer in het theater? Oh, een klant. Heb je misschien interesse in deze prachtige jurken? Laten we Stella een geel lint geven. Zo, prachtig. Oké, laten we er nog één doen. De ninjutsu riviertraining. Daar zijn we weer, normale outfit. Iedere klassieke ninja-legende begint in een klein afgelegen dorpje. Oké, wat is dit? Kijk, hoppakee, dit kunnen we alvast laten bloeien. Kijk, dit is mooi. Moeten we daar ook gewoon in? Ik denk het wel. Oké, we gaan naar binnen. Oh, we komen echt door een put. Ha, klassieke Mario-stijl. Is hier nog wat aan de linkerkant? Nee, helemaal niks. Kijk, deze bamboestokjes die kunnen we zo aandoen voor muntjes. Oké, en nu? Oh, ik hoor daar niet. Doe ze rustig, joh. Oké, ik mocht blijkbaar niet in zijn zicht komen. Draai maar even om. Ga maar even naar niks kijken. Oef, is mijn lichaam hier genoeg voor geoefend? Nou, nu wel, vriend. Nu wel. Glimneusman. Lampneusvent. Oké, dan kunnen we hierin. Oh, dit devil heeft allerlei speciale plekjes waar we in en op en door kunnen, volgens mij. Moet ik hier gaan posen? Oh, heel grappig. Zagen jullie hier dit kristal? Wat een flots. Hallo, tweede kristal gevonden. Ben jij wellicht de ninja uit onze legende? Nou, misschien wel. Misschien ben ik Ninja Peach. Zoveel mogelijk muntjes natuurlijk overal verzamelen. Oh, kijk, daarachter is weer zo'n sparkle ding. Bij jou kan ik muntjes pakken, hè? Met je ballonkie. Oké, ik loop daar naartoe. Ik weet niet of ik gelijk die sparkle kan pakken. Zou dat kunnen? Oh, nee, nu word ik natuurlijk weer ninja. Ninja Peach, let's go. Oeh, kijk dat roze blaadje vallen. Dit was wel heel cool gedaan, hoor. Dit is vet. Oké, ik vind Ninja Peach heel cool. Even kijken wat zij allemaal kan. Zij kan dashen. Kan zij walljumpen? Oh ja, 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 kijk. Walljump. Wat? Dat, ja. Wat ziek idee. Lekker, Peach. Ja, dit is vet, hoor. Sta jij aan onze kant? Zeker sta ik aan jullie kant. Wat denk jij dan? Aan wiens kant moest ik anders staan? Hoppa! In zijn rug. Als een echte ninja. En de volgende kristal is binnen. Kijk, ik moet hem gewoon allemaal in hun rug pakken, denk ik zo. Ja, nice. Draai hem even om, meneer. 1, 2, 3. Wat ziek idee. Ja, dit is wel vet. Daarboven staat er nog één. Lekker, man. Vette superpower. Oké, hoe kom ik daarboven? Via hier, denk ik. Kan hier niet op het dak springen. Huh? Oh ja, ik denk wel dat het zo moet. Oh nee, ik ben gezien. Oh nee, dit is het moment voor muurcamouflage. Hoe doen we muurcamouflage dan? Moet ik gewoon tegen die muur aan gaan staan? Oh, kijk zo. Heel droog. Maar hierboven, daar zat nog wel even een sterretje die ik wil pakken. Kan ik hem vrij laten? Kijk, top. Wees voorzichtig, een stuk verderop van de vijanden. Maar even serieus. Hoe kom ik hierboven dan? Oh, wacht even. Ik denk dat ik het weet. Moet ik wel even goed mijn camouflage act doen, hè? Ik was alweer veel te vroeg met loslaten. Kan ik niet hierop staan? Ja, en dan hierop. En dan hem in zijn rug. Ja, toch. Zo doen we dit. Kijk, als ik ze zie, dan wil ik ze hebben ook. Daar kan ik niks aan doen. Eerst hem pakken. Dan langs de muur. Nou, het hoeft niet per se langs de muur, denk ik. We kunnen hem gewoon zo pakken. Wall jump. Pak hem. Lekker, man. Ik vind dit wel leuk, hoor, met Ninja Peach. Die vind ik wel goud. Die is wel heel cool. Kan ik hier overheen? Ja, ik denk dat het wel had gekund. Ik denk dat het ook had gemoeten. Ah, misschien kan dat alsnog. Oké, deze potjes. Kijk, nu heb ik de ribbon gevonden. Nice. Indrukwekkend dat je me door had. Dit is ook leuk, zeg. Dat loopt zo, hoor. Onder water. Heel vet. Ik ga jou pakken als eerst. Wat ziek idee. Oké, dit was blijkbaar de bedoeling dat ik hem ook pakte. Nice. Oh, dan heb ik gelijk iedereen verslagen. Oh, lekker, man. Opgelet, jonge ninja. Ze hebben de boekrollen gestolen. Oh, nee, dat is een probleem. Oh, wat is dat? Wat gebeurt er? Oh, dat is de boekrol ninja Steelman. Hij mag niet wegkomen. Moet ik dit meenemen? Daar rent hij. Ren erachteraan, Peach. Moeten we gewoon heel snel rennen hier? Ja, wacht even. Oh, ik kan ook niet sturen. Ik moet vooruit. Dat is grappig. Ik moet rechtdoor. Ik kan niet terug. Ja. Lekker. Een kristalletje gevonden. Bij elkaar verzameld. Ik heb er één gemist. Nee, daar kan ik niet tegen. Ah, irritant. Dan gaan we. Pak deze. Oh, nee. Ik heb weer eentje gemist misschien. Nou ja, jammer dan. Dan ga ik gewoon door, hoor. Daar is die, daar is de dief. Ja, ik heb de boekrol. Lekker gedaan. Oké, wat gebeurt er? Oh, wat. Oké, deze rots begint te leven. Oh, ik kan springen met de rots. Wat grappig.
Spring met die rots. Wat een gedoetje. Pak hem. Pak een Peach. Hier. Lekker. Superleuk level dit. Ja, ik heb wel 2 kristallen gemist. Maar ja, soms gaat het zo. Ik kon nog niet meer stoppen met rennen, joh. We hebben een jurkstrikje gevonden. Het klinkt wel heel droog, hoor. En daar is ook het volgende level opgelost. De ninjutsu party. En dan moeten we denk ik alle 4 die deuren fixen. Om misschien naar de volgende vloer door te kunnen gaan. Dan gaan we even een nieuwe jurk scoren voor Peach, hoor. Deze vind ik wel echt mooi. Die wil ik hebben. Al de 37-jarige Nintendo YouTuber. Anyway, dit was aflevering 1 van Princess Peach. In de volgende aflevering gaan we deze 2 ruimtetjes fixen. Gaan we weer even nieuw toneelstukjes opvoeren. Dus doe een duimpje omhoog, abonneer. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!